Je voelt je nu gefrustreerd omdat je genoeg kennis en ervaring in huis hebt, maar het niet in je parttime baan kwijt kan. Je hebt wel uitdaging, maar sommige taken ben je liever kwijt dan rijk. En je wil meer afwisseling en uitdaging. En dat gerees ben je eigenlijk ook wel zat tussen je werk en je gezin. Nou, hoe heerlijk zou het zijn om zelf je werktijden in te delen en dat helemaal af te stemmen op je gezin. Je zou zo graag meer waardering, respect en betrokkenheid willen. En echt tot je recht willen komen en je talenten volledig benutten. Want die kans heb je nu niet. Hey, weet je, als niks verandert, dan blijft het zoals het nu is. Nou, de oplossing is om op zoek te gaan naar het beste in jezelf. En het heft in eigen hand te nemen. Want als je echt op onderzoek gaat naar je talenten en daar aandacht aan geeft, dan gaat het groeien. Het is je nieuwe vertrekpunt op weg naar meer werkplezier. Weet je, je gaat bruisen van de energie, je voelt je helemaal happy. En dan krijg je succes en je leert weer van je succes. Als je start als virtueel assistent, dan heb je zelf het heft in eigen hand. Je eigen succes en plezier. Daarom mijn tip aan jou, ga op zoek naar jouw talenten en drijfveren. Geef ze aandacht en laat ze verder groeien. Nou, om erachter te komen, stel jezelf de volgende vraag of wat eigenlijk nog leuker is, om samen met iemand te gaan zitten, je partner, vriend of vriendin, dat die persoon aan jou de vragen stelt. Om samen te onderzoeken wat het beste is in jezelf. Want in een gesprek komt er nog veel meer uit. Wat was je meest zinderend, leerzame en waardevolle ervaring in je werk waar je helemaal blij van werd? Beschrijf deze situatie en vertel wat voor jou daarin een persoonlijk hoogtepunt is geweest. Nou, vraag 1. Wat maakt dat het nou voor jou een hoogtepunt is? En wat nog meer? En blijf de vorige vraag herhalen totdat je geen antwoorden meer weet. En geef dan daarna aan, zonder bescheiden te zijn, wat in de situatie je waardeert in je eigen aanpak. En wat nog meer? En blijf dat herhalen, blijf die vraag herhalen en beantwoorden. En schrijf het allemaal op. En wat ga je naar aanleiding van dit verhaal vaker doen en meer nastreven, zodat je met meer plezier en voldoening je werk doet? Nou, wat zijn op basis van deze punten die je nu hebt opgeschreven jouw 3 belangrijkste wensen? Het verlangen wat nu bij jou is ontstaan, maak dat nou eens concreet. Waar droom jij van? Wil je vrijheid en ruimte om je eigen werk en leven in te richten? Wil je hoger opkomen en jezelf verder ontwikkelen? Wil je meer meedenken, een betrokkenheid voelen en meer inspraak hebben? Nou, uit eigen ervaring kan ik je vertellen dat dit perfect kan met een eigen bedrijf als virtueel assistent. Dus je geeft je verlangens en talenten aandacht en je laat ze groeien. En jij kiest. Dat is de visie van de VA Business Academy. De reden dat ik namelijk gekozen heb voor de vlinder in het logo is omdat de vlinder symbool staat voor vreugde en kleur. De vlinder laat ons zien hoe we ons leven bewust kunnen veranderen, nieuwe voorwaarden kunnen creëren en je wensen kan verwezenlijken. Het ontpoppen van de vlinder is als het ontwikkelen van je talenten die je in je hebt. De vleugels worden wijd uitgeslagen in de wijde vrije wereld met ontelbare mogelijkheden om jouw dromen waar te maken. Zoals ik dat meerdere keren in mijn leven heb gedaan, zowel zakelijk als privé, kun jij dat ook. En ik gun het jou dat jij het geluk, de uitdaging en de vrijheid vindt waar jij naar op zoek bent. Dus onderzoek, word je bewust, verander, creëer nieuwe voorwaarden en leef je droom. Go for it. Want jij verdient het om jouw talenten volledig te benutten. Als je dat doet, dan krijg je succes in alle opzichten. Ik ben heel benieuwd wat deze blog jou tot nieuwe inzichten geeft. En ik vind het tof als je een reactie achterlaat onderaan deze blog. Wat zijn jouw verlangens en welke talenten wil jij verder ontwikkelen? Geniet van je dag en tot de volgende blog.